slag weer verlengd. Otiekba. Groot en sterk. En een goede paas bovendien van Otiekba. Dus is hier Oet. En Oet is heel koelbloedig. 0-2. Ontwijkt op de weg naar dit doelpunt nog een tackle. Mark. Voor rust zijn tiende. Dit is zijn elfde dus. Mark Oet. Geen sprake van buitenspel. Want van de weg staat daar nog. Die tackle ontweken. En dan geen enkele moeite om ook Ter Rouwelaar kansloos te laten. Goeie. Tijd erop. Heerenveen. Opdeling werd gemaakt door Joey van den Berg. Snel gespeeld. En dan Oet. Dit moet hem zijn. Dit is hem. Een snel genomen vrije trap is de Utrecht defensie te machtig. En dan is het Oet. Die snel had genomen door Van den Berg. Niet helemaal op de juiste plek. Hier loopt er nog naartoe. Is het dan buitenspel van Oet? Het mag allemaal door. Heel snel die vrije trap genomen. En daar hadden ze bij Utrecht niet op gerekend. Oet daarentegen wel. Dat er geen rare overtredingen meer volgen. We hebben er al een paar gezien. Promes is ook wel toe aan een wissel, zou je zeggen. Dit biedt zelfs Heracles een goede kans. Oet, prachtig gedaan! Wat een schitterend doelpunt! Van Mark Oet. En opeens leeft, alsof het niks is. En maakt die bal prachtig af. Schitterend doelpunt van de spits. Echt grote klasse. Van Aken. Hij mag inschuiven, lijkt het. Torsby met een gelukje, ja. Maar met geluk kan een kans natuurlijk ook ontstaan. Geeft mee. Oet, hoek is erg lastig. Zo! Zo! De hoek in. Eerst de gelukkige fase waarbij Torsby uitglijdt, maar dan toch opeens de bal weer vindt. En dit heeft weinig met geluk te maken, maar met pure klasse. Wat een fantastisch doelpunt van Mark Oet. Hij maakte een hat-trick. En verder dit seizoen nog niet gescoord voor Heerenveen. Otiekba. Ja, hij kan elk moment aan welke kant dan ook vallen. En de kans is groot dat hij nu aan deze kant valt. En dat gebeurt wederom door Oet. Tot het creëren van kansen. En deze wordt nou, weer goed afgemaakt trouwens. Door Oet. Verhoeven zit er nog aan. Rosheuvel, niet gemakkelijk aangespeeld, maar heeft wel controle over de bal. Nu nog de man kwijt zien te raken, ook dat lukt. Rosheuvel weg bij Amieu, de voorzet richting Oet. Intikken, ja! Dat schiet wel raak. Voordeel. Oet. Oet. Oet nog altijd. En Oet scoort, jawel! Tot nu toe stond hij op 3 uit 1 wedstrijd. En dit is. Belhassani, Linse doorgelopen. Belhassani kiest hem. Voor de voorzet. Voorbij aan Rosheuvel, die de bal alsnog kan oppikken. En hier Oet met de eerste paal. Wat een fraaie goal van Heracles. Het is 0-2 in de 34ste minuut. Die knikt hem geweldig binnen. Prachtige goal van de Duitser. Slagveer. Goeie bal en het doelpunt voor Heerenveen is daar. Mark Oet met zijn tiende van het seizoen. En de voorsprong voor de Vriezen. Goeie voorbereidende actie van Luciano Slagveer. Over de bal heen gekeken, het overzicht behouden en dan is daar de dekkingsfout bij NAC. Die ruimte moet je Oet dit seizoen niet geven. Nee, als je zoiets van wat gaan we doen, we komen niet in elkaar. Ja, graag. Het is dus eigenlijk Oet. Ja,
Die lopen tegenaan. Het is even zoeken. De Veenspelers door elkaar heen. Van Anholt. Dat is aardig gespeeld. Oet. Zoekt eigenlijk de 1-2. Hier is hij. Oet. En hij schiet hem erin. Het is 2-1 voor Heerenveen. Zijn achtste van het seizoen. En zijn eerste. Heeft de bal naar Torsby gegeven. Dan is dit de mogelijkheid om het definitief helemaal af te maken. De derde goal van Oet in deze wedstrijd. De derde goal van Oet in deze wedstrijd. Dat had maar één doel voor ogen. Naar voren om de 2-2 nog te maken. Rosheuvel. Rosheuvel weer langs Bellassani. Als Heracles het nu zorgvuldig uitspeelt, dan is het gedaan wat betreft deze wedstrijd. Bellassani. De kans voor Oet. Oet. En nu is het wel 0-3. 0-3 in de 7e. Bellassani doet het voortreffelijk. Hij staat aan de basis van deze goal. Houdt het overzicht. En Oet maakt zijn tweede. Arm in arm. Rosheuvel heeft de bal nog steeds. Tjommer sluit aan. Om Duits heen. Tjommer, schot mislukt. Maar daar is de kans nog. En de goal. Want het is geen buitenspel voor de spits. Mark Oet. Niet vol. En Oet mag door. En Mateus. Nee, niet bij Cabral. Goed gedaan van Smit. Sinkgraven, geen buitenspel. Wordt dat wat voor Heerenveen? Sinkgraven, ja, dat is wat voor Heerenveen. Het is de voorsprong. En het zit een beetje in het vervolg van de wedstrijd opgesloten. Cabral wel bij Smit, die meteen hier goed Sinkgraven vindt. En die heeft de tijd en die legt hem. Linssen. Rosheuvel. Ah, hij is hier handig. Krijgt de bal ook goed voor en daar is het 2-0. Via Mark Oet. Wat een goede actie van Rosheuvel aan de rechterkant voor Heracles. Punt van Oet, die vorige week dus ook al scoorde tegen Twente. De vrije trap staat. En de vrije trap gaat recht op Seda. De afvallende bal binnengeknikt door Oet. En dan is de beslissing daar. De meningen. Behalve Toornstra. De andere twee posities worden ingenomen door Heerenveen als de doelman. Nordveld, die inderdaad een goede wedstrijd kiept. Hoewel het ook geldt voor Ruiter aan de andere kant. En bij deze bal kan hij dan niet. Maar hij doet een goal. Denkt hij te annuleren. Maar dat doet hij niet. Merkwaardig moment. Oet. Vorige week. Onberispelijk al heel vroeg in de derby, nu onberispelijk in Zwolle. Zevende doelpunt van het... En Heerenveen staat voor, winnende minuut. En wie had dat kunnen denken, zo'n start in een derby.